Mijn vrouw, die trouwde met een boerenjongen, die eerst wou boer worden. Toen werd die vrachtwagenchauffeur en later werd ondernemer. Dat was eerst een heel klein kaaswinkeltje. Die was klein en een toonbankje van 1,50 meter. Meer kon er niet in en er kon er wel kaas in. Toen ben ik de melk van mijn vader gaan kopen en toen ben ik kaas gaan maken. Ik bleef nog 's nachts bij mijn baas werken. En 's morgens om 7:30 ging ik naar de winkel toe. En om 8:00 lag ik weer op bed. En 's nachts om 1:00 weer naar mijn baas. Mijn geluk was mijn energie. De wil om per se dag en nacht keihard te werken. 7 dagen in de week. Elke dag weer leren. Elke dag opletten. En elke keer gaan voor het succes. Kijk, ik kan het niet alleen. We doen het, hè, met z'n allen. Het maakt mij blij dat de mensen om me heen ook blij zijn. Dat is gewoon heel belangrijk. En ook mijn kinderen zoals Niels en Mariska, nou, ze doen toch gewoon fantastisch, hè? Eigenlijk altijd al van kinds af aan wist ik dat ik in bedrijf wilde gaan. Liep ik in de werkplaats. Vond het schitterend om met de machines bezig te zijn. De handel, dat trok me heel erg aan. Zuivel, dat zit gewoon in ons DNA. We moeten ons voornamelijk richten op de punten waar we heel sterk in zijn. We kunnen wel heel star vasthouden aan één product of één machine, maar wij moeten meedenken met de klant. Flexibiliteit en klantgerichtheid, dat zijn zeker belangrijke kernwaarden binnen de groep. Af en toe, als een klant een probleem heeft, toch nog even naar die klant toe. In de avonduren of in een weekend. Uiteindelijk moeten wij als bedrijf en de werknemers zorgen dat we meedenken met de klant om een einddoel te bereiken. Met duurzaamheid verwachten wij ook te kunnen groeien en ons te kunnen onderscheiden van andere bedrijven. Het is niet alleen zaak dat wij gezond zijn, maar eigenlijk de hele planeet. Ik heb zelf inderdaad een gezin ook, hè, jonge kinderen. Dus dan komt het nog dichterbij om na te gaan denken over de toekomst. Ook de keuzes die wij maken binnen ons bedrijf, die moeten ook continu gericht zijn op een duurzame afweging. En dat heeft ook gewoon daadwerkelijk impact. Wij vonden het eigenlijk belangrijk om juist op zoek te gaan eigenlijk naar veehouders die met ons een ambitie hebben om te willen verduurzamen. Het mooie daarvan vind ik dat de veehouders zelf daar ook gewoon heel veel profijt van hebben. Op die manier kun je ook meer betekenen in de samenleving en hoe wij dus eigenlijk die impact zo min mogelijk kunnen maken. Waar ik heel blij van word zelf ook, is creëren. Het begint vaak met een idee en als uiteindelijk het totale plaatje compleet is en het komt in die schappen terecht van die winkel en de consument vindt het een goed product en blijft het kopen. Ik ben altijd gewoon weer trots als er gewoon een product slaagt. Waar wij als losse bedrijven hebben gefunctioneerd, geloven wij juist in de kracht van de groep. En dus dat zullen we voor de toekomst ook blijven doen. En dat doen we eigenlijk onder een credo die we ook zullen uitdragen, namelijk dat we echt samen sterk zijn in Zuivel.